Jan Kruijs, het grote middelpunt vandaag bij de stripmanifestatie. Je bent net op een tocht geweest door Breda. Ja. Hoe bevalt het nou om zomaar even het middelpunt te zijn? Nou, ik vind dat wel gezellig. Ik vind dat wel gezellig. Maar ik probeer er heel gewoon onder te blijven. Ja. Het is de eerste keer dat je bent onderscheiden voor je strips. Ja. En hoe is dat nou, dat je een prijs krijgt? Is dat echt een teken van waardering? Hoe schat je dat in? Ik vind dat wel een teken van waardering, ja. Zeker omdat het helemaal uit de stripwereld is ontsproten, hè, die prijsidee. Nee, ik ben daar bijzonder over in mijn knollentuin. Ja, die stripschapprijs heeft wel degelijk een waarde. Jazeker. Stel je voor. Wat een vraag. Ja, goed. Je bent nou 10 jaar bezig met Jan Jans en de kinderen. Is het misschien zo dat het juist daarom is? Of komt het gewoon echt omdat je een bekwame tekenaar bent, denk je? Die vraag moet je natuurlijk aan de jury stellen en niet aan mij. Nee, goed. Maar je zou het juryrapport kunnen lezen. Ja. Je bent 10 jaar bezig. Ga je langer door nog met Jan Jans en de kinderen? Nou, ik hoop, misschien halen we volgende week nog. Maar verder dan 1 plotje denk ik nooit in de toekomst. Nee. Je bent nu dus medewerker van Libelle. Daar heb je wat meer voor gedaan. Wat zijn nou je bezigheden behalve dat je die strip maakt? Nou, op het moment is het alleen nog maar de strip. Dat hele grote schilderij, dat is het laatste geweest wat ik er daarnaast heb gedaan. En nu is er zoveel toestanden er rondheen met vertalingen en met dit soort gebeurtenissen. Dat ik eigenlijk niets anders meer kan doen dan Jan Jans en de kinderen. En daar kun je van leven ook. Je hoort mij niet mopperen. Uitstekend. Zeg, bedankt. Veel plezier verder vandaag. Tot ziens.